Mijn naam is Fred Kuipers, ik ben 78 jaar. Ik ben in contact gekomen met Hans Beurensdijk al heel lang geleden door de zwemvereniging waar zijn zoon en dochter zwommen en waar mijn zoon en dochter ook zwom. En zo ben ik ook in de bergrace terechtgekomen, want de allereerste bergrace, dat werd toen nog geregeld met zwemmers uit de zwemvereniging Nog, en daar weet was ik ik nog. ook al bij, dus ik Dat ben weet ik nog. eigenlijk vanaf het eerste uur Ja. ben ik erbij. Ja, en ik ben Henk Boksma. Kom net als Fred uit Ede en wij waren destijds nog buren. En Fred heeft mij op een gegeven moment gevraagd van, goh Henk, zou je eens kunnen helpen met de bergrace? En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik denk dat is ook al meer dan 20 jaar geleden. Ja. Maar dan maar gewoon door elkaar. Wat hebben jullie binnen het bergrace gebeuren gedaan? Nou, ik heb ongeveer, nou ja, Alles poeh, gedaan. Ik ben begonnen op het parcours en daarna werd ik ook ingezet met het parcours bepalen en kijken waar de frictiepunten zijn, omdat ik politieman was, waar de frictiepunten konden zijn met verkeer en dergelijke. Ik ben ook heel lang begeleider geweest op de motor. Dat, Dat ik, weet ik. dat heb ik heel lang gedaan. En daarna kwam mijn vrouw erbij en toen werd ik weer meer parcoursmedewerker en verkeersregelaar en dergelijke. Dat, ja. Henk, en jij? Ja, nou ja, eigenlijk, Fred en ik hebben eigenlijk heel veel samen gedaan. Dus we zijn ook heel, altijd heel actief geweest bij het opbouwen, het verkeersregelen, het regelen van het verkeer en dat soort dingen. Ja, niet alleen bij de bergrace, maar ook bij het mountainbike en zo, hè, wat nog georganiseerd ja, werd. Dus we er waren diverse evenementen. Europese kampioenschappen ben ik ja, ook ik hou me de vraag uit de mond van, hoe hebben jullie het bergrace gebeuren zien groeien? Ja, als kleine organisatie met niet al te veel lopers werd het op een gegeven moment zo groot dat het haast niet meer te behappen was. Ja. Want ga er maar aan staan. Want we hebben toch wedstrijden gehad met lopers van meer dan 3 getallen. Meer dan 1000. Ja, zeker. Ja, dat was fantastisch. Heb je ook bijzondere dingen meegemaakt met sporters? Deze van, nou, dat vergeet ik nooit weer. Nou, wat bij mij wel heel veel indruk gemaakt heeft, is dat we bij een bergrace benijd een gegeven moment iemand hadden die een hartstilstand kreeg en daar kwam te overlijden. Dat heeft op mij wel veel indruk gemaakt. Ja. Dan sta je gelijk weer met 2 voeten op de grond. Van, weet je, het is nogal wat, het is veel zwaarder dan je denkt en een hoop mensen denken toch te makkelijk over het deelnemen. Je moet echt getraind zijn. Ja. Heb jij ook dingen meegemaakt dat je zegt van, dat vergeet ik nooit meer? Nou ja, wat Fred zegt, inderdaad, dat maakt een diepe indruk. Maar ook vooral heel veel leuke dingen. Ik vond ook bijvoorbeeld dat op een gegeven moment mensen met honden en zo gingen rennen. Dat vond ik op zich wel heel bijzonder. En wat mij altijd opviel, is dat de deelnemers ook altijd heel erg enthousiast waren. Ja. Ook richting organisatie en dat soort dingen. Dus het was, ja, ik vond het echt altijd een heel gezellig festijn. Ja, het werd echt gewaardeerd wat je deed. Het werd echt gewaardeerd, ja. Hoe uitte zich dat dan? Nou, onder het lopen, dat ze onder het voorbijlopen dat ze je bedankten. Als je de weg vrij hield, dat kon je gewoon merken dat ze dat fijn vonden. Ja, het was iets meer dan een gewoon hardloopwedstrijdje, hè? Ja, het was het had een beetje een soort familiegevoel of zo leek het eigenlijk wel. Ja. Ja. Wat heeft het jullie geleerd, dit hele avontuur, met heel veel mensen en met een organisatie en met een hoop gedoe? Dat je open moet staan voor andere ideeën en dat je niet ervan uit moet gaan dat jij de wetenschap hebt, maar luisteren naar andere mensen, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, en wat mij opviel is ook dat mensen best wel creatief waren. Want op sommige momenten ontbrak bijvoorbeeld materieel. En dan wisten we toch altijd wel weer op een of andere manier te regelen dat alles, dat eigenlijk alles weer ging werken. Waarom lag je zo vet dat jij een rennetje wat? Wij hebben een stuk, wij moesten, op een gegeven moment dat was bij de dijk en bij de veerweg. En daar kwamen de lopers voorbij en dan moesten we, als de gesmeerde bliksem, het parcours weer veranderen. Want ze kwamen tegenovergestelde richting kwamen ze en dan moesten ze ook weer goed lopen. Maar we kwamen dus afzetmateriaal tekort. En toen zijn we daar bij de woningen door de tuinen gaan struinen. En toen hebben we een partij kliko's
hebben we op de weg gezet. En daar wat linten tussen gespannen. En zo hebben we het geregeld. Zo kom je als splinter door de winter. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus, Arma nou wat verteld worden. Dat is helemaal niet erg. Ja. Hoe kijken jullie erop terug? Het is afgelopen. En wat onthoud je ervan? Je zegt van nou, dat heeft het wel gebracht in deze regio. Ja, nou, maar het is natuurlijk echt wel heel bijzonder dat je op een gegeven moment zo'n evenement hebt. Dat je van eigenlijk de ene plek naar de andere plek rent met allemaal verschillende soorten deelnemers. Hè, met mensen die redelijk professioneel zijn tot amateurs. Ja. En het is eigenlijk doodzonde dat zo'n evenement op een gegeven moment stopt. Dat het niet op een of andere manier wordt verder gezet. Ja. Ja, en dat is iets wat mij wel steekt. Want ik vind dat Hans met zijn organisatie met zulke soort dingen best wel Wageningen behoorlijk op de kaart heeft gezet. Ja. Alleen de respons kwam niet terug van de gemeente. Dat vind ik doodzonde. Ja. Doodzonde. Ja. Dat is echt jammer. Ja, het was een hele goede promotie van de gemeente Wageningen. Ja. Absoluut, ja. Zeker weten. Ja. Maar dat het gewoon nou over is, he, is er misschien ook een oorzaak in het feit dat we allemaal veel individueler zijn geworden, de mensen, dat we minder samen doen of zo? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat mensen het gewoon ontzettend druk hebben. En er is altijd wel wat te doen. Ja. En ik denk dat mensen het gewoon fijn vinden om op een gegeven moment niks te hoeven doen. En ja, om zo'n evenement te organiseren moet je toch echt wel een karttrekker hebben. Ja. Nou ja, die hebben we. Die hadden we. Ja. Ja, als het erop aankomt, zou die het nog steeds doen. Ja, absoluut. Tomeloze energie. Ja, want het was wel zo. Hè. Hij kreeg altijd wel voor elkaar dat de vrijwilligers er waren. Achter elkaar. En dus die kwamen allemaal wel. Mensen zijn best wel bereid om dingen te doen. Ja. En ik denk helemaal niet dat het zozeer het individualisme is. Maar ik denk meer het tijdgebrek wat mensen hebben. Ja. Er is gewoon zoveel te doen. Ja. Veel meer dan vroeger, denk ik. Er zijn veel meer prikkels dan vroeger. Ja. Ja. Fred Kuipers, Henk Boksma, bedankt voor jullie bijdrage. Ik heb nog één. Ja, ga door. Ik heb nog één dingetje. Ja. Ja, het rolletje is dan niet veel, Hans die heeft het daar eigenlijk een keer nog over. Ja. Wij hebben een keer een enorm conflict gehad met een verkeersdeelnemer. En dat was bij Lexus 4. We hadden toen nog de bergrace dat de lopers in één keer naar beneden kwamen vanaf de Westbergenweg. En dat planden we altijd nadat de laatste veerpont was geweest. Anders kruisten dan dat je geen verkeer meer had. Snap ik. Ja. En toen, die lopers waren onderweg. En toen kregen we te maken met een bestuurder van een auto die behoorlijk naar de drank stonk. En die per se naar boven wilde. En toen heb ik gezegd, nee, dat kan niet. Want je komt lopers rijbaan breed tegemoet. Dat kan niet. Maar die man die was eigenwijs en toen heb ik mijn eigen wetboek van strafvordering toegepast. Toen heb ik hem achter stuur weggetrokken. Sleutels eruit. En dat is ook nog een keer een vechtpartij geworden. Ja, ik schrok me dood. Ik stond ernaast. Hij sloeg me in mijn gezicht en ik denk, ja, het wordt toch 2-1 voor mij. Dus daar hebben we liggen rollen op straat. Dat is een leuke herinnering als ik het zo mag. Politie erbij. Oh, de politie was erbij toch? Nou nee, dat was het mooie, want ik was toen net met pensioen. Ja. En er kwamen twee collega's en een oud-collega die ik dan ken en een jonge collega. En die moest het werk doen, verklaringen opnemen. Ja. En die vroeg toen een gegeven moment aan mij van, voelde je je bedreigd? Want die wilde natuurlijk een zaak hebben. Toen schoot die andere collega in de lach en zei, Fred, zich bedreigd voelen. Als de een de eerste klap moet uitdelen, zei het. Dus dat was, dat is iets, hè? Dat hebben we... Ja, dat was wel heel bijzonder. En toch maakt het ook wel weer indruk, hè? Dat op een gegeven moment ook bij Hans, dat indruk gemaakt. Want over het algemeen is het wel zo dat de verkeersdeelnemers ook, de mensen die daar s'avonds rondrijden, die vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er zo'n evenement is. De meeste mensen stappen even uit om te kijken en zo. Ja. Dus het was allemaal wel redelijk relaxed. Ja. Maar juist voor dit soort dingen heb je juist, denk ik, ook die verkeersregelaars. Dus meestal ben je als verkeersregelaar, heb je niet zo heel veel te doen. Maar dat is juist met dit soort... want je moet er eigenlijk niet aan denken dat zo iemand tegen een straal lopen zit. Ja, maar dan moet je wel durven handelen. En hele beperkte bevoegdheden heb je. Hè? Ja. Want eigenlijk mag je ze alleen maar laten stoppen. En, je bent verkeersregelaar evenementen. Maar dus eigenlijk alleen maar laten stoppen en weer laten rijden. Maar je kunt ze overroelen natuurlijk even. Ja, dit was echt wel nodig. Dat moest wel even. Mannenbroeders, bedankt voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Okay. Okay.